Ja, je kunt bij hoogrisicozwangerschappen denken aan een hoogrisicozwangerschap voor de moeder, maar bijvoorbeeld ook een hoogrisicozwangerschap voor het ongeboren kind of de foetus. Vandaag spreek ik dokter Egging. Hij is perinatoloog en zijn aandachtsgebied is foetale therapie. Dit is een specifieke therapie waarbij je voor de geboorte al opereert in de hoop op gezondheidswinst op latere leeftijd. Hij gaat ons meer vertellen over de verschillende toepassingen van foetale behandeling. Wat houdt die foetale therapie precies in? Ja, wat foetale therapie eigenlijk betekent is dat je, als je tijdens de zwangerschap ontdekt dat het kind in de buik of een aangeboren afwijking heeft of een aandoening heeft, of een ziekte ontwikkelt, dat je niet wacht tot na de geboorte met behandelen, maar dat je eigenlijk tijdens de zwangerschap er al voor kiest om het kind dus in de baarmoeder, in de buik van moeder, al te behandelen. En dat kan zijn met heel simpel bijvoorbeeld het geven van bepaalde medicamenten om een kind beter te maken. Maar je kunt ook verder denken aan bijvoorbeeld echt interventies of operaties tijdens de zwangerschap. Wat zijn de voordelen om tijdens de zwangerschap al in te grijpen, dus die foetale therapie toe te passen in plaats van na de zwangerschap? Ja, wat je eigenlijk wilt bewerkstelligen als je tijdens de zwangerschap opereert, is dat je de prognose voor het kind helpt te verbeteren. En bij sommige behandelingen weet je dat dat een verschil kan zijn tussen leven en dood. Dus als je zegt van ja, als ik eigenlijk niks doe, is er een grote kans dat het kind tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte komt te overlijden. Bij andere aandoeningen of aangeboren afwijkingen weten we dat als je tijdens de zwangerschap al behandeld, dus niet wacht tot na de geboorte, dat je daarmee de uitkomst voor het kind op langere termijn positief kan beïnvloeden. Dus dat zijn wel grote voordelen die eraan kunnen zitten. Wat maakt het werk in een academisch centrum als Erasmus MC binnen jouw vakgebied zo mooi en uniek? Het mooie natuurlijk aan het werken binnen het Erasmus MC is dat het een centrum is wat heel veel mogelijkheden biedt, omdat alle patiënten die, als het bijvoorbeeld gaat over aangeboren afwijkingen of ziekte tijdens de zwangerschap, ja, wij zijn een regionaal, soms ook landelijk verwijscentrum. Dus dat we zien hier eigenlijk alle aangeboren afwijkingen of aandoeningen zien we hier wel voorbij komen. En soms zelfs meerdere keren per jaar. En dat betekent dus dat we hebben een heel groot achterland, zoals dat heet. Onze regio is heel erg groot, een van de grootste van Nederland. We zijn dus in diagnostiek na aangeboren afwijkingen ook het grootste verwijscentrum van Nederland. En dat betekent dus dat je patiëntenaanbod heel erg groot is. Ja, en verder is het zo dat het Erasmus MC en het Sophia Kinderziekenhuis een hele inspirerende omgeving is om wetenschappelijk onderzoek te doen en nieuwe innovaties te ontwikkelen. Wat zijn jouw doelen voor de komende jaren met betrekking tot foetale therapie? We hebben met ons profileringsgebied, het moeder- en kindcentrum, hebben wij dus als doel gesteld om bepaalde behandelingen van aangeboren afwijkingen die momenteel nog niet in Nederland plaatsvinden, om die naar het Sophia Kinderziekenhuis te halen. We hebben al decennia lang ligt ons speerpunt op de behandeling van aangeboren afwijkingen, vooral na de geboorte. Dus het zou heel mooi zijn als we de komende jaren dat speerpunt ook kunnen verplaatsen naar behandeling van voor de geboorte.